als u, er zijn in de wetenschap is het heel ingewikkeld. Er zijn rapportages die stellen dat er iets tussen de nog geen 10 en de 90% onvrijwillig werkt op de wallen. Met zo'n vage wetenschappelijke basis, hoe kunt u als burgemeester daar dan beleid op voeren? Nou, dat is ook niet makkelijk, want als je zegt tussen de, het is zelfs 8% en de 90%, dan zeg je eigenlijk, we weten het niet. Nee, dat, dat gaat om het aantal mensen dat betrokken is, slachtoffer is van mensenhandel. En de schattingen over prostituees liepen uiteen. Jolanda zei net 6000, maar ik dacht dat dat ook iets tussen de 4 en de 7000 was. Nou, als je er van beide de laagste getallen neemt, even voor het gemak, 10% slachtoffers van mensenhandel over 4000, dat is een exercitie die Lodewijk Asscher en Erik van den Burg, wethouder zorg, en ik een keer gemaakt hebben, dan kom je op 400. En dat wil zeggen dat bijna elke nacht in Amsterdam 400 mensen, laat ik het grove woord maar gebruiken, verkracht worden.